Hallo, en weer een nieuwe video over HEX. Uh, vandaag wil ik het kort gaan hebben over uh, wat we hier op de chart zien. In de vorige video uh, was ik extreem boos over HEX. Toen zei ik dat we uh, snel naar de 1 dollar zouden gaan. Ik denk. Echter, met de nieuwe data die we hebben gehad, dat dat iets te enthousiast was, uh, en nu we ook wat meer data hebben, wat nu we wat groter perspectief hebben, um, denk ik nu ook dat we naar een ander soort patroon-slash situatie te kijken. Dus daarover meer naar de intro. Oké, okay, dus laten we nu dus even gewoon snel gaan hebben over wat de vorige situatie was van de vorige video. En in die video had ik, had ik de nadruk gelegd over deze twee zones, namelijk deze supportzone hier en deze resistancezone zone hier. Waarbij de prijs dus eigenlijk uh, volgens de theorie gewoon simpelweg. Um, zou gaan zigzaggen tussen deze twee lijnen. En zodra hij een keuze heeft gemaakt, zodra hij een van deze lijnen brak, en ik zei dat waarschijnlijk was dat hij de resistance brak, um, gaat de prijs dus omhoog. Nou hebben we dus iets meer data gekregen. En dan wil ik dus eigenlijk de nadruk gaan leggen. Oh, dat is een verkeerd lijntje. Dan wil ik eigenlijk gaan kijken naar dit deel hier. Want eerst zaten we namelijk gewoon te kijken naar een. Um, Sideways periode, right? Want dan hadden we hadden hier gewoon deze overduidelijkse sideways periode. Dus ik dacht van nou, ja, weet je, dan is het ook best wel logisch dat hij dan eigenlijk gewoon weer omhoog gaat. Na wat meer data hebben we dus eigenlijk gezien. Of konden we dus eigenlijk het argument maken. Dat deze resistance area niet meer relevant was. En dat we in plaats daarvan hier het trendline naar beneden konden tekenen. Dus dat we, wat we dan krijgen is een descending triangle. En een descending triangle bij zo'n top is over het algemeen bearish. Nou, dan was het dus ook gewoon... Uh, dus daar hebben we dit ook gewoon gezien dat de prijs dus inderdaad naar beneden is uitgeschoten. Een lagere um, low heeft gemaakt. En dus eigenlijk wat ik wil gaan doen, is deze supportlijn ook verwijderen. En dan wil ik compleet een nieuw perspectief gaan bieden over Hex. Namelijk, wat we nog steeds nodig hebben is uh, de resistance-lijn van die descending triangle. En wat we nodig hebben, en ik ctrl-c, ctrl-v gewoon, kopiëren, plakken. En wat we nodig hebben is deze lijn hier. En dit geeft ons dus weer een falling channel. En wat we dus hebben gezien bij Hacks, is dat we gewoon keer op keer bij een piek een falling channel maken. Zoals is het een Wedge. Hier was het ook weer falling channel. Hier was de falling channel. Kleine wedge weer. Channel, channel. Channel. En zo kan ik door blijven gaan uh, tot aan het begin. Wat we dus telkens zien is bij een piek zien we dus ook een falling channel. En dat gaat dus naar een van de supportlijnen voor Hex. Nou denk ik dus ook weer dat we in zo'n falling channel zitten. En dat dus dit het patroon is waarbij we naar beneden zullen gaan. Dus ik verwacht dat de uh, target van 1 dollar nog steeds in play is. Maar dat is pas in play nadat... Naar beneden zijn gegaan in deze Falling Channel. Nou hoeven we niet direct compleet naar beneden te gaan. Trouwens, wat we dus kunnen doen als we de Fibonacci retracement pakken. En deze pak ik eigenlijk bijna nooit. Maar toen ik dit vanmiddag deed, zag ik eigenlijk iets, best wel iets interessants. Namelijk. Dat we al support hebben gevonden op een hele belangrijke lijn. Namelijk de punt 382 lijn van de Fibonacci. En de meest belangrijke lijnen voor Fibonacci zijn punt 382 en punt 618. Nou is het dus ook wel logisch om te denken. Dat zodra deze supportlijn niet houdt, en het is maar de vraag van of die gaat houden, je weet niet hoe waarschijnlijk het is. Op dit punt was het wel heel waarschijnlijk uh, dat we een bounce zullen gaan zien. En dat zagen we dus ook op de oude. Het is dus jammer dat de chart um, niet meegenomen wordt. En ook weer helemaal weg is. Ik ga een paar keer terug. Oh. Oké, okay. uh, okay. we tekenen de Fibonacci opnieuw. Dus van bodem naar piek. En waarom pak ik eigenlijk deze bodem? Dat komt omdat we hier een 60% dip hebben gehad. Dus we pakken weer de Fibonacci Retracement bij. Dus de eerste support zat dus op 35 dollar. Ik denk nog steeds dat het een mooie uh, buy target is. Slash was geweest. Uh, we zaten namelijk op een dip van 35%. Is eigenlijk best wel mooi voor hacks. Uh, wat ik vaak doe in dit soort dip. Is dat ik verdeel deze uh, buy targets in drie delen. En dan vaak van, dan ga ik eens kijken van hey, wat zijn de waarschijnlijke targets. En de waarschijnlijke targets zijn dus... Uh, de punt 382, zoals ik zei, uh, deze maken we geel. de punt uh, 618 lijn, zoals ik net al zei, hier, deze maken we groen, uh, deze kleur groen. en vervolgens zien we een uh, zone hier op de bodem en die maak ik dus wit. en deze kan hier weg. en omdat ik een zone zei, maken we ook twee lijnen wit. En dat is ongeveer deze zone hier waar we tegenaan zitten te kijken. Dus dit zijn alle kooptargets die ik gedacht heb voor hex uh, van deze ene daling. Het kan dus al zijn dat we de bodem hebben bereikt en dat we daarna wel naar de 1 dollar zouden gaan. Um, qua game theory is dat in principe ook wel wat logischer om te denken, omdat we dus uh, nog steeds tegen die snapshot van Puls aan zitten te kijken. En daarbij worden gewoon alle eerste 20-tokens gekopieerd. Um, van Ethereum op het pulsnetwerk. netwerk. Dus uh, is het ook wel logisch om te denken dat de prijs op zijn support level snel bullish is. Nou kan ik dan niet met 100% zekerheid zeggen? Dus daarom zeg ik gewoon: hey, we hebben dus een nieuw scenario gecreëerd. Dit kan de bodem al zijn. Wie weet, misschien is het ook niet. Ik vind het op zijn minst een mooie buy target. Ik vind het op zijn oprecht een hele mooie buy target. Ehm... Um, de volgende buy target waar we, aan, waar we tegenaan zitten te kijken is de 24 of 25 dollar ongeveer, uh, dollar cent. En daarna zitten we in een zone tussen de uh, 16 en 19 cent. Dan is nu natuurlijk de vraag. Ga ik ook bijkopen? Meestal doe ik dat live op zo'n video. Um, vandaag had ik dat ook prima kunnen doen, maar ik heb besloten om niet bij te kopen op deze prijs. Uh, ik vind het namelijk eigenlijk best wel fijn. Ik heb laatst heb ik een deel uitgecashed. Daar heb ik nog steeds wat uh, cash van op mijn bankrekening. Ik vind het eigenlijk best wel fijn om al ook weer wat um, cash op de bankrekening te hebben. Dit heb ik inmiddels al uh, vier jaar ongeveer niet gehad. Omdat ik <laughs> sinds vier jaar geleden, uh, bijna al mijn vermogen of al het geld dat ik heb direct herinvesteerd. En ik zie ook dat ik steeds onzichtbaarder word. En, <laughs> en uh, oh, dit lijkt, dit lijkt goed te zijn. Dus ik ga niet kopen uh, puur om die reden. Als die verder daalt, uh, ga ik het eventueel nog wel overwegen. Um, maar ik acht het niet waarschijnlijk dat ik deze tip nog koop. Ik heb dus in ieder geval genoeg heks. Ik heb in Pulse geïnvesteerd. Ik vind het fijn om in cash te zitten, dat ook. Um, dus ja, wat dat gezegd hemde. Ik ga niet kopen. Ik vind het nog steeds een hartstikke mooi buy target. Daarna dus 25 cent en daarna deze zone. Vond jij dit nou een nuttige video? Vergeet dan niet een like achter te laten. Laat me in de comments weten wat jij vervolgens afgeven aan voor welke aandeel of crypto jij graag een analyse wilt zien. Voor meer van dit soort content graag abonneren en dan tot de volgende.